Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe video. Dit is mijn eerste video in het Nederlands. Ja, en de reden waarom is omdat dit een video over de Alpen Express is. En dit is een directe trein die van Nederland naar de Oostenrijkse Alpen gaat, vooral naar de windsportplaatsen. Ik zorg voor Engelse ondertiteling omdat de meeste mensen die mijn video's bekijken niet uit Nederland komen. De introductie is sowieso met ondertiteling. De rest van de video kun je rechts onder in het scherm voor Engelse ondertiteling kiezen in YouTube. Ik wil toch nog even één ding zeggen. Als je nou leuk vindt om meer van dit soort video's te zien, abonneer dan op mijn kanaal. Dus youtube.com/trainviking. Ik vind het super leuk als ik wat meer Nederlandse volgers krijg op mijn YouTube kanaal. Ik wil zoveel mogelijk mensen overtuigen om met de trein te reizen, om te kiezen voor een leuke en duurzame manier van reizen. Dus ja, hoe groter ik dit kanaal kan krijgen, hoe beter het is. Ik wil uitleggen hoe het is om met de trein te gaan. Ik wil een realistisch beeld geven. Mijn video's probeer ik zo eerlijk mogelijk te maken. Het is gewoon een super leuk vervoersmiddel. Het is heel milieuvriendelijk. En je kunt met de trein gewoon echt heel ver komen. Dat is gewoon super leuk. Ja, anders zou ik het ook niet doen. Ik ben gekke Henkie niet. Het is wel voornamelijk in het Engels. Als een trein binnen pak een beetje 150 kilometer van de Nederlandse taalgrens komt, zorg ik voor Nederlandse ondertiteling. Ja, zoals ik in mijn normale video's altijd zeg, before we do anything else, let's roll the intro. Dus voordat we iets anders doen, laten we de introductie even rollen. Dus ja, laten we maar met de video beginnen, hè? Bij veel van mijn video's die ik maak, laat ik eerst het station zien waar vandaan ik vertrek. Dit was ik ook bij deze video van plan, maar de lengte van de video werd wel erg lang. Toch laat ik hier een heel klein beetje zien van station Innsbruck Hauptbahnhof. Het grappige is dat in alle stations in Oostenrijk staat aangegeven dat Den Haag centraal de eindbestemming van deze trein is. Dat is niet helemaal waar. Het eindstation is Den Haag-Holland Spoor, maar dat station kan niet worden weergegeven bij de vertrekborden in Oostenrijk. Net zoals dat de werkelijke eindbestemmingen in de Nederlandse treinstations ook niet kunnen worden weergegeven. Maar goed, we gaan even terug naar het begin, naar het moment dat mijn reis naar Oostenrijk begon. Dit is op station Leiden op het moment dat ik met de trein naar Oostenrijk vertrok. En mocht het nog niet duidelijk zijn vanuit de titel van deze video, dit is een video over de Alpen Express. In het wintersportseizoen zijn er twee directe treinen die wekelijks vanuit Nederland naar de Alpen gaan. Eén daarvan is de Alpen Express, die gaat vanuit Nederland naar de Oostenrijkse Alpen. En de ander is de Ski Thalys, die gaat naar de Franse Alpen. De Ski Thalys is een hoge snelheidstrein en is qua reistijd veel korter, maar het is een dagtrein. Dus je komt pas halverwege de middag aan en je moet vrij vroeg op zaterdagochtend vertrekken. Wat niet ideaal is als je bijvoorbeeld buiten de Randstad woont. Omdat de Alpen Express een nachttrein is, heb je dat probleem bij deze trein niet. Op dit kaartje staat de Alpen Express met een rode lijn aangegeven. Los van de Alpen Express heb je ook een lijn die min of meer dezelfde route aflegt. En dat is de blauwe lijn. De blauwe lijn is de Crocus-Express en dit is ook een dagtrein. De Crocus-Express gaat alleen tijdens de Crocusvakantie. Die gaat 1 tot 3 keer per jaar. Alle andere treinen die je op deze kaart ziet zijn dagelijkse verbindingen die het hele jaar door rijden. En uiteraard met 1 of 2 overstappen is het aanbod nog veel groter. En over groot gesproken, de Alpen Express is de grootste trein van Nederland. Niet alleen qua lengte, maar ook qua afstand die die aflegt. Voor zowel de Alpen Express als de Crocus-Express geldt dat deze treinen alleen te boeken zijn via treinreiswinkel.nl. Deze treinen rijden namelijk in opdracht van de treinreiswinkel. Maar ook alle andere treinen kunnen bij de treinreiswinkel worden geboekt. En als je bijvoorbeeld een combinatie wilt maken van heen Alpen Express en terug ICE of andersom, dan is dat ook mogelijk. Los van de Alpen Express is er ook nog de Nightjet. Dit is een nachttrein van de Oostenrijkse spoorwegen, maar deze gaat niet, net zoals de Alpen Express, naar alle wintersportplaatsen toe. Je moet dan altijd minimaal 1 of 2 keer extra overstappen. In het kader van zelfpromotie, ik heb tripreports op zowel de Thalys als ICE-treinen. Je vindt deze op mijn YouTube-kanaal. Dus als je geïnteresseerd bent in andere treinen die op deze routes rijden, kun je gewoon even verder kijken op mijn kanaal. Voor nu gaan we weer even terug naar de Alpen Express. En ik heb bewust het vertrek bij station Haarlem gefilmd, omdat je zo kunt zien hoe lang deze trein is. In Oostenrijk wordt deze trein in 2 delen gesplitst, dus is de lengte van deze trein stukken korter. Dit zal ik verder in de video uitleggen. Als je tickets voor de Alpen Express krijgt, zit er ook een QR-code bij. Met deze QR-code kun je de poortjes in Nederland openen bij de stations die dat hebben. Het zal puur een kwestie van tijd zijn of alle stations hebben dit. Als je dit krijgt is het gewoon één QR-code op een A4 formaat. Ik heb deze zelf niet geprint, maar als ik hier enorm bij inzoom op mijn telefoon, werkt dit ook prima met mijn telefoon om de poortjes te openen. Dit werkt alleen bij de poortjes met het glazen plaatje en het scan-ticket-symbool. Wagonnummers staan duidelijk op de deuren weergegeven, zodat je dit van zowel buiten als binnen goed kunt zien. In de regel staat dit op volgorde, alhoewel in sommige gevallen wil het wel eens zijn dat er bijvoorbeeld eerst wagon 11, daarna wagon 13 en daarna wagon 12 wordt geplaatst. In iedere coupé vind je twee folders. Eentje is het boordmenu, waar je kunt zien wat je bij de treinsteward kunt kopen. Nou, dit is direct in je coupé te kopen. Los hiervan is er ook een barrijtuig waar nog meer te koop is. De andere folder omvat een compacte uitleg over hoe dingen in zijn werking gaan, veiligheidsinformatie en gedragsregels. Zoals ik aan het begin van de video al heb duidelijk gemaakt, wil ik zoveel mogelijk van de trein laten zien. Nou, ik laat ook nog wat uitzichten verder op zien, maar nu laat ik even zien hoe de trein er van binnen uitziet. Hier speel ik versneld af als ik door de trein loop en zoals ik al aangaf aan het begin van de video, dit is de langste trein van Nederland. Hierna laat ik de verschillende comfortcategorieën, dus klasses van deze trein zien, maar hou er rekening mee dat de wagons die voor deze trein worden gebruikt van verschillende aanbieders zijn. Deze wagons worden gehuurd voor het winterseizoen en helemaal in de Crocusvakantie zijn er twee treinen, dus kan het verschil iets groter zijn. In grote lijnen is alles hetzelfde zoals je in deze video ziet. Ik begin bij de laagste comfortcategorie en eindig bij de hoogste comfortcategorie. Zo, ik begin even met de lig 6, ook wel 6-persoons couchette genoemd. En dit is de meest eenvoudige accommodatievorm in de Alpen Express. Boven de deur heb je vrij veel ruimte voor bagage. Het zit boven het gangpad. Hier kun je best wel wat kwijt. Als je met een zessen bent is het misschien wat aan de krappe kant hier. Maar er is meer. Je hebt namelijk beneden de onderste slaapplekken. Lichtplekken heb je vrij veel ruimte. En dat is vrij lastig op camera te zien. Dus dan heb je vrij veel ruimte voor bagage. En hier kun je ook makkelijk skis kwijt in de lengte. Het heet licht 6, dus je hebt 1, 2 en bedden. Deze moet je uitklappen uiteraard, want anders heb je hier vrij weinig ruimte. En deze kan ook op verschillende hoogtes. Zoals je hier misschien kunt zien. Deze kun je ook op deze hoogte stellen. Dat zou ik niet doen als je met z'n drieën in ligt, want dan is dit wel heel krap. Maar goed, als je met bijvoorbeeld twee personen aan deze kant ligt, dan is dat prima. En zoals je hier ook kunt zien, heb je verschillende plekken om uit te klappen. De gordijnen komen in 4 delen. Even. Dus op die manier kun je hem dicht doen. Dit gaat met de klittenband dicht. En ik moet eerlijk zeggen, er kwam echt verrassend weinig licht door. Ik dacht eerst met de klittenband is dat nog wel vrij veel licht dat doorheen komt. Maar dat viel me reuze mee. Er komt wel iets van licht door. Wat ik net zei, je kunt de compartimenten met dat dingetje van binnenuit dicht doen. Kan er nog wel door personeel worden geopend, op deze manier dus. Maar als je dat niet wil, met deze kan die helemaal dicht. Uiteraard kan die wel op een keertje dan. Verder, onder het bed vind je ook nog een tafel aan die kant en een ladder aan die kant. De ladder is hier. De tafel zou ik zo meteen laten zien hoe het eruit ziet. De tafel kun je hier aan bevestigen, waardoor je één grote lange tafel krijgt. Is een kleine prullenbak en hiermee kun je de temperatuur bedienen. Er zijn geen stopcontacten, of op zijn minst, ik heb hem niet gezien. Hiermee kun je de airconditioner nog een beetje bedienen van welke kant moet het opblazen. Hier kun je de ladder aan bevestigen. Hier kun je het volume van de luidspreker mee bedienen. Uiteraard, alle bedden hebben een nachtlampje. Die werkt niet als het hoofdlicht aanstaat. Dus als ik deze nu even uitzet, dan gaan de nachtlampjes aan. Verder, uiteraard, heb je hier ook gewoon gordijnen. En deze zijn ook vrij goed qua verduisteren, zeg maar. Ja, het is nu uiteraard daglicht. Er komt wel gewoon daglicht doorheen, maar het was absoluut niet storend gedurende de nacht. Ja, verder is dit gewoon vrij eenvoudig, maar het is prima. En dit is hoe het eruit ziet als je de tafel erbij uitzet. Ik moet eerlijk zeggen, dit is best gezellig. Het is misschien een beetje lastig als je aan het raam zit om er dan uit te gaan in één keer, maar dit is best gezellig. En kijk eens wat uitzicht, man. Dat is toch fantastisch. Gewoon wakker worden met dit uitzicht, man. Dat is toch geweldig. Zoals je net al misschien kon horen, werkte mijn gimbal voor mijn GoPro niet heel erg goed mee. Dit is de stabilisator. Dus dit stuk speel ik maar even in slow motion af en spreek ik maar in. Zoals je hier links kunt zien, heb je een aantal dekens en kussens die alvast klaar liggen in de couchettes. Soms is het zo dat de dekbed overtrekken en kussenslopen al aanwezig zijn. En soms is het zo dat je die overhandig krijgt van het treinpersoneel. Hoe dan ook, je hoeft dit niet zelf mee te nemen. De nummering van couchettes is vrij eenvoudig in Europese nachttreinen. Je hebt 1 en 2, dat zijn altijd benedenbedden, 3 en 4 de middenbedden en 5 en 6 de bovenbedden. Los van deze getallen staat er ook altijd nog een getal voor. En dat is het getal wat gelijk is aan het coupé-nummer. Nou, vaak gaat dit tot 9 of 10 in Europese nachttreinen. Veel groter is niet mogelijk. Op het moment dat bepaalde bedden niet aanwezig zijn, wordt dit nummer gewoon overgeslagen. Dus de 5-persoonscouchettes, daar ontbreekt er eentje. En die gaan we nu bekijken. Omdat de 5-persoonscouchettes op veel punten niet erg verschillend zijn van de 6-persoonscouchettes, ga ik hier relatief snel doorheen en zal ik dit ook inspreken in de plaats van in de video zeggen. In deze trein worden de 5-persoonscouchettes ook wel als lig 5 comfort genoemd. En er zijn een paar kleine verschillen. Ik laat je zien waarom. Een van de verschillen die ik zag is de spiegel op het plafond. Hiermee kun je zien of er nog bagage in het bagagerek ligt. Voor de rest is de bagageruimte ongeveer net zo groot als in de lig 6. Lampknoppen, knoppen voor bediening van de temperatuur, etc. vind je op ongeveer dezelfde plekken. De gordijnen zijn niet veel anders dan die van de lig 6, al moet ik zeggen dat ik in de lig 5 wel iets meer het gevoel had dat er iets meer licht doorheen kwam. Maar hierbij moet ik zeggen, ik ben een lichte slaper en misschien was het meebrengen van een slaapmaskertje geen slecht idee. De bedden in de lig 5 zijn ongeveer hetzelfde als in de lig 6. Nou, niet heel erg zacht, maar op zich prima voor een nachtje. Het enige nadeel vind ik wel dat deze bedden hingen aan een ketting, in de plaats van dat ze op een steun aan het rusten zijn. Dit houdt gewoon in dat je minder beenruimte hebt. En als je vrij lang bent, zoals ik, ruim 1,90 meter, dan is dit best wel een nadeel. In dagopstelling is de lig 5 wel veel beter dan de lig 6. Je hebt een rugleuning en je vindt armleuningen in deze coupés. De rugleuningen kun je naar achter klappen voor gedurende de nacht, zodat je hier ook goed kunt slapen. Er zijn verschillende typen wagons, maar bij de meeste kun je de middelste rugleuning ook omtoveren tot een tafeltje. Iets anders wat anno nu geen overbodige luxe is, is de aanwezigheid van stopcontacten in de lig 5. Alhoewel, in de Alpen Express moet je niet standaard ervan uitgaan dat dit aanwezig is. De compositie, de comfortcategorieën etc. van de Alpen Express, die kunnen per jaar afwijken. Het meenemen van een powerbank is geen overbodige luxe als je met deze trein reist. En dat geldt overigens niet alleen voor deze trein, maar voor meerdere ouderwetse nachttreinen. Goed, de toiletten, ook niet onbelangrijk. Dit is een toilet in een 5-persoons-coupé-wagon. Ja, moet ik wel zeggen, het zijn gewoon simpele toiletten. Ze zijn schoon, alles werkt. Dat is het belangrijkste, er is voldoende toiletpapier aanwezig. Ze worden goed schoongehouden onderweg. Ja, that's it. In de lichtwagens heb je ook een aantal washokjes. Nou heb ik in verschillende Europese nachttreinen washokjes meegemaakt en deze zijn wel iets ruimer dan mijn laatste ervaring. Dat was in de Tello-nachttrein van Milaan naar Parijs. Het begint in Venetië. Deze is ietsje ruimer, maar het is nog steeds niet heel ruim. Maar het is goed genoeg om je tanden te poetsen. En je vindt er een wasbakje en een vrij grote spiegel. Het toilet is ietsje ruimer en daar vind je ook een wasbakje. Maar ja, goed, dit is misschien iets prettiger. Zo, ik ben even in een lege slaapcoupé gedoken. In deze nachttrein zijn de slaapcoupés altijd een 1, 2 of 3 personen en zijn altijd privé. Eigenlijk voor de meeste Europese nachttreinen geldt wel dat het voor standaard 3 personen is. Met uitzondering van de Trenhotel in Spanje en Portugal. Deze zijn ook vrij ruim. Je hebt ook als je over de dagopstelling heb je ook heel veel ruimte. Als je bijvoorbeeld een video kijkt van mijn nachttrein in de slaapcoupé van Bertello. Dat is eigenlijk op dit moment de enige die ik erop heb staan. De Nightjet zal ook snel volgen hoor, maar dan zie je dat er gewoon veel minder ruimte is. Alhoewel dat je ook weer verschillende afdelingen hebt. Hoe dan ook, je hebt hier bovenin bij iedere stoel een spotje. Nou, niet helemaal bij iedere stoel, want daar zit geen stoel. En die kun je hiermee bedienen. Nou, ik laat zo het filmen even aan, dat is iets beter qua licht. En je hebt zeeën van ruimte boven, niet boven de gang in dit geval. Laat ik zo zien wat daar zit. Het bovenste bed is eigenlijk het minst comfortabel van alle drie de bedden. Meestal als hij voor twee personen wordt gebruikt, dan worden alleen de middelste en het onderste bed opgemaakt. Ik laat zo meteen zien hoe dat in een nachtopstelling is. En wat kenmerkend is bij slaaprijtuigen, en die heb je in Europa soms ook voor vier personen, is dat je standaard een wasbakje hebt. Nou, deze is al gebruikt, dus de handdoeken liggen er hier niet zo netjes meer bij. Maar er worden handdoeken meegeleverd, er zit zeep in bij de Alpen Express. Ja, voor de rest, je hebt stromend water, vooral als je hem open doet. Er zitten hier spiegels in, het licht gaat automatisch aan. Het stopcontact zit ook hier bij in de wasbak. Er zit in de verdere ruimte zelf geen stopcontact. Dus dat is het enige jammer, zeg ik het zelf. En wat wel zo is, andersom, bij deze nachttreinen zijn de matrassen echt beter dan wat ik in heel veel andere nachttreinen heb meegemaakt. Misschien dat de Treinhotel eraan kan tippen. Ik heb hier zelf vorig jaar ingeslapen en dit zijn gewoon best wel goede matrassen. Als je binnenkomt zitten de handdoeken hierin. En hier heb je nog twee kleine prullenbakjes. De coupés hebben ook automatisch een zakje als je binnenkomt. Aan de deur vind je een plattegrondje van deze wagon. Er zijn twee typen slaapwagons in de Alpen Express. Er zitten dus wel wat kleine verschillen tussen, hou daar rekening mee. Nou, heb je hier een kijkgat voor de deur. De deur kun je deze manier op slot doen. Op die manier kan het personeel de deur wel openen. Maar hiermee, ik weet niet precies hoe dit werkt, maar... Ah, kijk, zo. Op deze manier kan die niet worden geopend van buitenaf. Zou ik niet doen, is nergens voor nodig. Die doe ik ook weer open. En daarnaast, zoals je hier kunt zien, de nummers zijn 51, 52, 53, 54, 55, 56 bijvoorbeeld. Dit zal implementeren dat het één coupé is. En dat is eigenlijk ook zo, want je kunt deze deuren bijvoorbeeld openen. Hiernaast zitten mensen, maar stel zij hebben dit ook zo geopend, dan zou ik daar nu naar binnen kunnen lopen. En dan kun je dus gewoon één grote zespersoons van maken. Met kledinghangers nog. Er zit ook een trap, die kun je hier vinden. En die trap die kun je hier aan bevestigen om op het bovenste bed te klimmen. Wel zo handig. Verder... Dit is eigenlijk wel de fijnste coupés die je kunt hebben. Je hebt de meeste ruimte, de fijnste bedden, een klein tafeltje die er gewoon permanent in zit. Als je een grote tafel wil, ja, dan kun je beter de 6 of de 5 persoons nemen. Hier zit het bordboekje ook in. Ik weet eigenlijk niet wat ik verder nog moet vertellen. Oh ja, ontbijt zit er wel bij in als je deze coupé boekt. Dit is de enige accommodatie waar standaard ontbijt bij in zit. Inmiddels is de slaapcoupé bijna leeg, dus ik heb even gewacht om de tussendeur te laten zien. Zoals je hier kunt zien, de deur zit nu nog op slot. Aan de andere kant heb ik hem open gedaan. En als ik deze hier ook open doe, kun je er één grote coupé van maken. Dit is de opstelling voor als alle drie de bedden in nachtpositie zijn gezet, dus de nachtopstelling. De ramen hebben een schuifgordijn die verduisterend is en dit werkt echt perfect. De toiletten voor de slaapcoupés bevinden zich op de gang. In deze trein zijn er geen slaapcoupés met eigen douche en toilet. Dit kom je wel tegen in veel andere Europese nachttreinen. Iets waar de Alpen Express onbekend staat is het barrijtuig. Hier kan het gezellig druk worden. Zelf ben ik absoluut geen feestbeest en helemaal geen apres-skier, maar ik vind het hier altijd gezellig om even een paar biertjes te drinken. En hoe je het ook wendt of keert, dit barrijtuig is echt uniek. In het verleden heb ik meerdere reizen met de Alpen Express gemaakt en als je net zoals ik de volgende morgen fris en fruitig op de piste wil staan, dan is het barrijtuig niet een belemmering hierin. Ik heb zelf hier nog nooit overlast van gehad. Een hele fijne en welkome toevoeging in het barretuig in 2020 vond ik de verkoop van fruit. Het barretuig is geopend tot 12:30 en er kan tot 12:15 worden besteld. 's Ochtends kun je hier ook terecht voor koffie of thee, maar dat kun je ook gewoon in je eigen wagon bij de treinsteward of stewardess bestellen en die brengt het vervolgens in je coupé. Ontbijt is alleen inbegrepen in de slaapwagens, dus niet in de couchettes of ook wel lichtwagens genoemd. Hier kun je dat bijboeken op het moment dat je de boeking maakt of je kunt het in de trein zelf kopen. Als je het in de trein zelf koopt is het ietsje pietje duurder en op drukke dagen kan het zijn dat het dan is uitverkocht. Dit ontbijt is niet gigantisch groot, maar zeker niet om over te klagen. Het barretuig wat ik eerder liet zien bevindt zich in het midden van de trein. En bij station Wörgl wordt deze trein in twee delen gesplitst. Eén treindeel rijdt naar Bischofshoven en het andere treindeel gaat tot Bludenz aan toe. En ja, dit was een hele slechte grap, want Bludenz is de eindbestemming van het andere treindeel wat hier wegrijdt. Voor nu laat ik wat uitzichten zien die ik had vanuit de trein tussen Kufstein en Zell am See. When I go outside, I want it wide, cold and gray skies feel like winter to me. Oh, I love California, but I need to feel the freeze. I just want Christmas morning the way it used to be. Oh, give me snow, give me snow, give me snow, let it fall on me in the city streets. Oh, give me snow, give me snow, give me snow, 'cause a little winter season is what I need. It's winter time, trees are long and light. Dit was bij aankomst in Zell am See, waar ik de trein ben uitgegaan. Zoals je kunt zien is de trein stukken korter hier. Zoals altijd, ik hoop dat je dit een leuke video vindt. En als je dit een leuke video vindt, vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te geven. Als je meer van station Zell am See wilt zien, ik maak ook een video over de Pinzgauer Lokalbahn. En daarin zal ik het station van Zell am See wat meer laten zien. Als je meer van dit soort treinvideo's wilt zien, vergeet je dan vooral niet om je te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende video.